Ja, goed. David Hubert, zondag de wedstrijd tegen Standaard. Zijn jullie er klaar voor? Ja. We hebben goed kunnen trainen de laatste week. Die boost van de overwinning tegen Zulte Waregem heeft ons heel veel deugd gedaan. Ik denk dat we met de supporters erbij er vol voor willen gaan om die 3 punten weer in Beveren te houden. Ja, hoe was de sfeer, de werksfeer deze week? Ja, uitstekend. Als je dan die 3 punten vorig weekend meeneemt uit Waregem. Een moeilijke tegenstander, een moeilijke wedstrijd. En uiteindelijk gaan we met een ongelooflijk goed gevoel terug naar Beveren met die 3 punten. Met 1-4. Veel doelpunten gescoord. Dus onze spitsen hebben ook veel vertrouwen opgedaan. Ik was ook heel tevreden met de aanwezige supporters die daar toch heel veel van in hebben laten horen en ons echt hebben gestuurd in die tweede helft. We hopen dat nu tegen Standaard ook weer het geval gaat zijn en dat we samen weer mooi kunnen vieren na de wedstrijd. Wat heeft in die tweede helft voor de ommekeer gezorgd? Ja, ik denk dat doelpunt van Amido toch voor een boost heeft gezorgd, zowel voor zijn eigen, want ik denk dat hij daarna een uitstekende wedstrijd heeft afgewerkt. Maar ook voor de hele ploeg. Dat geeft een enorme boost. Ook Zulte moest dan komen. En er kwamen veel ruimtes vrij waar we daar heel goed van geprofiteerd hebben. En ik moet zeggen dat de efficiëntie wel op punt stond de vorige week. Dus hopelijk kunnen we dat herhalen tegen Standaard. Wat kunnen we doen tegen Standaard? En heb je de wedstrijd gekeken van Standaard tegen Rijeka? Ja, ik heb de wedstrijd gisteren gezien, maar ik heb ze al een paar keer aan het werk gezien. Het is een ploeg die niet echt met vertrouwen zit te spelen. Gisteren winnen ze weliswaar met 2-0, maar ook ik denk pas in de tweede helft wel losgekomen op stilstaande fase. Dus het is een ploeg die nog zoekende is, veel nieuwe spelers ook moet inpassen. Ik denk dat wij wel goed staan en dat we niet te veel naar Standaard ook moeten kijken. We zijn nu met 2 overwinningen naar elkaar. Met een 6-6 moeten we gewoon vol weer voor die 3 punten gaan in eigen huis. En met ons publiek moet dat zeker mogelijk zijn. Laatste vraagje. Hoe was het eigenlijk om mee in de tribune te staan en te vieren? Ja, dat was iets dat ik nog niet echt had meegemaakt in mijn vorige clubs of ooit. Dus dat was wel geweldig als je dan alles geeft gedurende die 90 minuten. Je kan die wedstrijd winnend afsluiten. En dan proberen nog die energie bij in te rapen die er nog rest of krijgt van al die supporters om daar nog een stevig feestje te bouwen in die tribune. En dat was een fantastische apotheose en geweldig om dan die community te zien tussen spelers en supporters. Dat is zeker voor herhaling vatbaar. Zondag misschien al? Hopelijk wel, ja. Dank je wel. Alsjeblieft.